Goeiemôre, ons staan hier met meneer Deon Stoffels. Hy is 'n mede-afrigter van die Roosters. En hy is ook die brandweerhoof van Tuinroete, die Tuinroete distriksmunisipaliteit. Deon, jy is ook nou 'n rugby-afrigter. Vertel ons meer. Ja, goeiemôre. Jean en luisteraars en lesers. Hierdie spannetjie Roosters is 'n social spannetjie wat ons al so 5 jaar geprojekte is, so 5 jaar gelede begin het. Groepie manne, ek het al ook een mede-afrigter, natuurlijk so, ek noem myself een co-coach van die spannetjie, maar ons meestal sosiaal, ons is hier van George, en ons jong manne, ons speel in toernooie recht oor, elke jaar na die normale seizoen speel ons in toernooie recht oor die Boland, soms gaan ons ook PE toe, Port Elizabeth, Geberga, en dan recht rondom George, wel toernooie is, en ons deel, en ons geef ek exposure aan die jongens, en dit is ons tweede jaar by die George Tens, vir die jaar in die semifinale in die Sudden Death verloor. Ons het vandag een tawe paaikie. Ons het vrijdag aan ons eerste wedstrijd verloor. Gister was daar geen raking as gevolg van die reën. En vandag moet ons vier wedstrijden speel, wat ons alles moet wen om in die semifinale te kom. Dit is natuurlijk ons goal semifinale eerste, en daarna wil ons natuurlijk kijk wat ons kan doen in die beker. Maar elke wedstrijd op zich. Daar is talent onder hierdie manne, nee? Daar is baie talent, daar is baie spoed, daar is baie vaardighede. So is belangrik om my dat die ouwers net vertrouw het om hulle vaardighede uit te leef, dan is ek ook gelukkig en natuurlijk soms is